Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Plannen en Kletsen. Vandaag ga ik deze week in april doen, 10 april tot en met 16 april. En zoals ik eerder gezegd had, ga ik het een beetje in een handlettering / zwart-wit thema doen. Het leek me leuk om onder andere deze washi tapejes te gaan gebruiken. En hoe en wat precies weet ik nog niet helemaal, maar het thema handlettering kwam in ieder geval heel vaak terug bij jullie. Dus ik dacht, laat ik daar iets mee gaan doen. Voor handlettering gebruik ik meestal deze pennen, Pigma Micron. 08 en 005. Ik heb je er vaker over verteld in handlettering video's. Ik ga gewoon lekker aan de slag en we zien wel weer wat het wordt. Zo gaat het meestal bij plannen en kletsen. Ik doe altijd maar wat en meestal wordt het leuk. Soms wordt die per ongeluk wat te druk. De vorige paar plannen en kletsen had ik per ongeluk een beetje een drukke planning gemaakt qua kleuren en zo. Normaal hou ik juist zelf wat meer van of zachte kleuren, dus een beetje pasteltinten. Of een beetje minimalistisch, dus niet heel veel verschillende printjes door elkaar of dat soort dingen. Maar dat werd de vorige keer, lukte dat niet helemaal. En nu dus een beetje zwart-wit thema. Op het moment dat ik dit film zit ik weer in een hele drukke periode. Ik geef onder andere als werk geef ik toneelles aan kinderen en ook aan een groep van 12 plus, zeg maar. Vet leuke groep is dat. En ja, het is nu bijna het moment van de voorstellingen. We spelen de voorstellingen gewoon in de Schouwburg hier. Dus dan komen ze ook echt op een echt podium. Dat vind ik ook wel een leuke ervaring om met ze te delen. Van, dit is toch wel echt de plek waar je een voorstelling hoort te spelen. En het is dus echt bijna het moment van de voorstellingen. En ik merk wel dat die laatste loodjes... Ja, het is cliché, maar de laatste loodjes... die zijn toch wel pittig, zeg maar. Maar het komt ook allemaal goed. En wat ik ook leuk vind om te merken, vooral bij die oudste groep, is de voorstelling gaat eigenlijk heel erg goed. Het is gewoon een kwestie van een beetje bijschaven nog, even de puntjes op de i. Maar eigenlijk is hij gewoon al heel goed. En ik ben echt onwijs trots op die kids. En dan heb ik ook nog mijn eigen groep, dat zijn wat jongere kinderen. En daarmee heb ik een wat kortere voorstelling. En mijn manier van maken, als ik een voorstelling maak met anderen, dus als ik zelf regisseer, zeg maar... Ik ben niet zo'n schrijver, dus ik schrijf niet van tevoren een stuk en dat wil ik spelen. Ik heb een globaal idee van een thema of een locatie. Ik heb nu iets met reizen was het thema en uiteindelijk is iets meer gecentreerd op een vliegveld. Wat daar kan gebeuren, zeg maar. En daarvanuit werk ik. En ook zo probeer ik de kinderen een beetje een opdracht te geven van oké, waar denk je aan bij op vakantie? Of wat voor soort mensen zouden doen op een vliegveld rond kunnen lopen? Dat je soort personages gaat maken. En zo gaandeweg ontstaan er allemaal dingen en daar krijg ik weer ideeën van. En daar maak ik dus ook de voorstelling van. Dus ik ben niet zo goed in het van tevoren bedenken, maar meer een soort van goed kijken. En wat ik zie, daar krijg ik weer inspiratie van en daar doe ik weer wat mee. Ja, ook die groep kinderen is gewoon onwijs leuk. En hebben ook allemaal weer zo hun eigen ideeën en zijn hartstikke creatief. Dus het is gewoon heel erg tof om te doen. Maar ook wel pittig, want het is ook het laatste moment. Dus je moet de laatste dingetjes een beetje regelen. En nog wat kostuumdingetjes en requisieten, spulletjes die ze gebruiken. Maar goed, het komt allemaal goed. Maar ik merk wel dat ik ook wel blij ben als deze periode straks weer voorbij is. Dat ik er wat meer rust in mijn hoofd ook heb. Dit tapeje is van de nieuwe Studio Stationery line. En deze wil ik graag onderaan de bladzijde gaan doen. Dat leek me wel leuk. Ik ben bang, omdat ik nu wel weer allemaal verschillende patroontjes door elkaar gebruik, dat het alsnog druk wordt. Ondanks dat ik wel heel duidelijk zwart en wit heb gekozen. Dus daarin heb je weer een beetje de rust in dat je de kleurkeuze wat beperkter houdt, zeg maar. Maar we zien het allemaal wel. Ik ga gewoon lekker dingen proberen. Want dat is het ook. Hoe meer je probeert, hoe meer je ontdekt. Oké, dit werkt wel, dit werkt niet. Dus ik ben ook echt een voorstander van vallen en opstaan. Als je wil weten, werkt iets of werkt iets niet, probeer het uit. Het is geen ramp. Ik bedoel... In het worst case scenario zit je een week lang met een lelijke planning. Nou, dat valt toch allemaal wel weer mee. Vanavond moet ik zelf weer een voorstelling spelen. En daar heb ik wel aan de ene kant heel erg veel zin in. Aan de andere kant merk ik ook dat het best wel veel van me vraagt. Een voorstelling spelen in een rol kruipen en al die emoties en dat soort dingen. Het kost toch wel veel energie. En ik wil absoluut niet zeuren, want het is ook heel leuk. En ik vind het heel tof dat ik het kan doen. Maar het... ik merk toch, het maakt mijn hoofd wel vol en druk. En zeker in zo'n periode als deze, als je al veel andere drukke dingen hebt, dan wordt het wel veel bij elkaar. Ik had trouwens bedacht om hier waar nu notities nog staat, om deze Just Notes sticker te doen. Deze komt van de Action en omdat we een beetje een handlettering thema werken, vond ik deze er wel bij passen.
Dus ja, nu nog gewoon even rustig een planningje maken. En dan straks knallen. En we nemen het eerst ook nog weer even door. Want het is ook al een tijdje geleden dat ik deze voorstelling gespeeld heb. Dus ook met allemaal liedjes en zo. Dat vind ik vooral heel erg leuk. Maar ja, ik merk wel. Mijn hoofd zit wat vol, zeg maar. En ik heb er wel eens eerder over verteld. Ik ben niet altijd even goed in mijn grenzen ook aanvoelen en aangeven. En soms dan ga ik wat te ver. Dan maak ik mezelf eigenlijk alweer te druk. Terwijl ik dan eigenlijk denk, ja, maar ik moet nog dit en ik wil nog dat. En ik wil ook nog 3 video's in de week. En dat soort dingen. En het zou gewoon super handig zijn als YouTube een beetje een baantje zou kunnen zijn. Want dan kan ik het en doen. Want ik vind YouTube op dit moment in mijn leven, van alle dingen die ik doe, het allerleukste. Ik vind het echt geweldig. Ik zie trouwens ook dat de zon er een beetje bij is gekomen. Nou heb ik niks tegen zon, maar het ziet er misschien een beetje gek uit. Dus ik ga het even een beetje verplaatsen. Zo, dat is qua licht misschien wat beter. Maar ik merk gewoon echt dat YouTube het allerleukste is. En jullie reacties vind ik zo tof. En het groeien gaat steeds zoveel meer sneller. En dan zijn er weer nieuwe mensen die zeggen, hey, ik keek kanaal nog maar net, maar ik vind het zo gezellig. En dan denk ik, ja, daar doe ik het voor. Die gezelligheid, dat vind ik leuk. Het is gewoon, Elise ding is gewoon even zo'n plekje op YouTube waar je gewoon even niet te veel hoeft na te denken. Waar je gewoon een beetje kan ontspannen. Misschien een beetje je planning kan versieren. Het moet allemaal niet zo ingewikkeld zijn, vind ik. En ja, ik vind het gewoon zo leuk om dan die leuke reacties van jullie terug te krijgen. Ook nu we de 3000 abonnees hebben gehaald. Vet leuk. Dus ja, ik zou daar zo graag meer mee willen doen. En het zou gewoon zo handig zijn. Al zou ik maar een beetje opleveren. Dat zou gewoon wel, ja, me de ruimte geven om hier gewoon meer mee te doen. Meer op te storten. Mooiere video's te maken. Meer ook uitgebreide handlettering video's bijvoorbeeld. Goed, even kijken. Ik denk dat ik deze ook nog hierboven wil gaan doen. Om een beetje het evenwicht wat te brengen. Het zijn geen perfecte rechte strepen. Dat vind ik juist wel heel erg leuk. En dit maakt het toch wel weer rustiger ofzo. Omdat het nu aan twee kanten weer terugkomt. Ik zie trouwens dat ik die bovenste to-do nog heb overgeslagen. Dus daar moet ook nog even een leuk tapeje op. Misschien wel leuk om dan nu dit horizontale streepje te gebruiken. Ja, ik heb nou overal washi tape zitten. Bovenin en onderin dus die dunne strepen. Dan hier horizontale strepen. En hier zwart met witte sterretjes. Hier zwart met gouden driehoekjes en just notes. Zodat ik hier notes kan schrijven. En nu is het tijd voor handlettering. En ik had bedacht om op te schrijven, make it a yay kind of day. Dat zat ineens in mijn hoofd. Ik dacht, oké, dat doen we. Gewoon een beetje snel uit mijn hoofd gedoodeld. Best wel grappig geworden. Misschien had ik toch eerst iets met potlood moeten doen. Maar ja, zoals ik al zei, als een bladzijde ook niet mooi wordt, dan geeft het ook niet. Want je hebt er toch maar 1 week mee te maken. Maar op zich vind ik hem best wel leuk. Ik ga even kijken waar ik nog verder in mijn planning iets met handlettering kan doen. Weer even een heel ander lettertype dan wat ik zo net bijvoorbeeld heb gedaan. En nou heb ik lang niet ieder weekend, want heel vaak werk ik ook in het weekend. Maar ik dacht, het is wel een leuke manier om iets met handlettering nog te doen in de planning. En op de dagen dat ik meestal een video plaats, dinsdag, vrijdag en zondag. Misschien gaat daar trouwens binnenkort veranderingen komen. Maar dat is wat ik voor nu aanhoud. Ga ik ook nog even video schrijven. Nou, dan vind ik zo mijn planning eigenlijk wel af. Zoals je dus ziet, veel zwart-wit. Just notes, zodat ik hier nog notes kan schrijven. Hier een handlettering quote, hier kan ik eventueel ook nog notes schrijven. En op elke dag dat er een video online komt, heb ik een video met een pijltje. En dan kan ik bij het pijltje nog schrijven welke video ik daar online wil zetten. En weekend. En zo weer wat meer zwart-wit. Dus hier is hij dan, de zwart-wit en handlettering planning. Wil je nou nog een ander thema zien in mijn plannen en kletsen? Laat het me dan weten, want deze handlettering en zwart-wit thema is gebaseerd op wat jullie hebben bedacht. Dus dat wil ik best vaker doen. Laat me maar weten wat voor thema je leuk vindt. Ik kan ook nog vaker dit thema doen, als je dat leuk vindt. Want ik moet zeggen, mij bevalt het op zich wel. Het geeft ergens ook wel een soort van rust. Laat me maar weten wat je leuk vindt. Ik vind het leuk om dingen te maken waar jullie ook blij van worden. Want dat is wel de bedoeling van Elise Dingen. Ik word er blij van en hopelijk jullie ook.
Voor nu bedankt voor het kijken en ik zie je heel graag dinsdag weer bij een nieuwe video. En meedoen met de winactie kan nog steeds, dus als je nog niet mee hebt gedaan. Toi, 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 veel succes en tot de volgende keer. Doei!